kijkers, van harte welkom bij onze 100ste aflevering van Focus, een dagelijkse productie van het Nationaal Informatie Instituut. In dit programma wordt de focus gelegd op de activiteiten die voor de samenleving van belang zijn. Vandaag hebben wij voor u in focus. Zesde klassers OS Gramang Akontu Fellanti School krijgen een educatieve dagtocht. Prime Minister Antigua en Barbuda heeft ontmoeting met vliegmaatschappijen FlyAlways en Suriname Airways, mensen uit het bedrijfsleven en bezoekt Centrale Markt Paramaribo. En surveillance wordt opgevoerd. De premier van Antigua en Barbuda, Gaston Brown, is op officieel bezoek in Suriname. Op dinsdag 28 mei heeft de premier een bezoek gebracht aan het staatshoofd, zijn excellentie Desiree Bouterse. Later op de dag heeft de prime minister meetings gehad met de vliegmaatschappijen FlyAlways en Suriname Airways. Ook heeft de premier in de avond een ontmoeting gehad met ondernemers uit de agrarische, mijnbouw en horecasector. Op woensdag 29 mei hebben president Bouterse en premier Brown een bezoek gebracht aan de Centrale Markt Paramaribo, waar zij warm zijn onthaald door de mensen aldaar. Wij voeren u terug naar die momenten. To be here this evening and to be given the opportunity to exchange ideas, to share ideas with you, and to discuss some of the common challenges facing the CARICOM region, as well as looking at opportunities, both unexploited and unexploited opportunities that we can actually exploit for the benefit of our peoples. Now, within the CARICOM community, we obviously have been making every effort to ensure that the common market become a little more efficient. And what we are seeking to do here is to, in essence, stimulate trade within the respective countries of CARICOM. Now, my visit here was based primarily on a bilateral visit to strengthen the relationship between both our countries. And I had very good discussions with your president. In fact, we have identified a number of areas for bilateral cooperation. But also, we recognize, too, that we need to strengthen the cooperation within the CARICOM region to make sure that we have a more vibrant single market. Now, clearly, the single economy, that will take some time. But at the same time, the single market presents a significant amount of opportunities for our peoples. Now, we looked at a number of opportunities that we could exploit. So for example, we believe that there's opportunity to have a greater bilateral trade to make sure that we rely more on CARICOM resources instead of relying on extra-regional resources. In the case of Antigua and Barbuda, we import in excess of $500 million in imports from the United States, a small country with 100,000 people, and our balance of trade deficit with the United States alone is in the region of $500 million. In Europe,
We have a balance of trade deficit of about $175 million. Now, the question is, why continue to purchase practically all or most of our products extra-regionally when you have a number of countries, to include Suriname, that is replete with a significant amount of resources that we can tap into? And in many instances, these resources are better, they are cheaper, and it makes sense for us to support each other within this common CARICOM space. It is important from the standpoint of ensuring that the foreign exchange stays within the region. And it is also important from the standpoint of retaining profits so that we can even foster greater rates of growth and development within the CARICOM region. Minister, we welcome you to the biggest indoor market in the Caribbean, and we hope you enjoy the tour. And on behalf of everybody here, we welcome you and we hope you have a great time. So, President, hope you welcome, and we hope that you find it to have.
our guests. We have a long way to go. So thank you, host band. I'll see you around till the next time. Okay? Thank you for everything. Ik vond het bezoek van de president en de prime minister geweldig. Dat wat ik zei, het is, de president is steeds weer voor de markt, omdat de markt weer spiegeling is van onze bevolking. We hebben hier onze verschillende rassen, we hebben onze mixrassen, we hebben onze culinair. Allemaal te vinden hier, onze culinair, onze groentesoorten, onze fruitsoorten. En de gedachte hierachter is ook al om die prime minister van het Caribisch gebied te interesseren in onze groenten. Zo heeft me vreselijk goed gestemd, waar de prime minister schrok van de kwaliteit van onze groenten. Hij zei van de komkommers zijn groot, ananas hebben groot, dat zijn we dat allemaal niet. Dat stemt me goed. En ik heb hem ook gevraagd dat hij met minister van Landbouw daar praat, of minister van Buitenlandse, zodat we zaken kunnen doen. Samen in het Caribisch gebied, dat we allemaal goed van worden. Hoe staat het met de ontwikkelingen die zich voordoen onder de markt? Het gaat gestaag. Het gaat gewoon gestaag. We werken met programma's. Er is heel veel werk. Er is een enorme grote onderhoud achterstand. Maar het demotiveert ons niet. We doen elke dag wat en je ziet het duidelijk lopen. De Nationale Assemblée, DNA, heeft recente roofovervallen op enkele scholen in het zuiden van Paramaribo veroordeeld. In een periode van 1 week zijn enkele scholen van het gebied het doelwit geweest van roofovervallen. Aan de minister van Justitie en Politie hebben enkele leden gevraagd om de surveillance rond de scholen op te voeren, alles goed in de gaten te houden en de veiligheid van de leerlingen en leerkrachten te waarborgen. Wat vooral ons aandacht op dit moment heeft, voorzitter, is de tweede schoolroof die heeft plaatsgevonden. En dat houdt ons op dit moment even nog bezig. Ik hoop niet dat er een panieksituatie ontstaat. Als ik via u aan de regering of naar de regering kijk, dan zie ik dat zowel de minister van Onderwijs als de minister van Justitie en Politie hier aanwezig is. Ik zou heel graag via u aan de regering willen vragen, voorzitter, dat voorlopig misschien de surveillance in de buurt van de scholen verhoogd kan worden. We hebben een scholencomplex aan Zorgenhoop, we hebben een scholencomplex op Quatta en dergelijke, maar dat er nu vooral gekeken wordt naar de omstandigheid en wat er zich daar plaatsvindt. Ik weet niet eens of het gaat om iets dat georganiseerd is en die gewoon daar geëxecuteerd wordt op verschillende scholen. U weet hoe het aan toe gaat, nu we de verkiezingen naderen. Dus ik vraag dringende aandacht via u van de regering om de surveillance daar te verhogen, in de buurten van de scholen te verhogen en te zorgen voor de nodige veiligheid van de leerlingen, de studenten en ook de leerkrachten, voorzitter. Ik dank u van harte. Ja, bedankt lid Abdul. Laat me zeggen, ik ben blij dat u dit punt hebt aangesneden, omdat ik zelf na ook aandringen via WhatsApp, u weet hoe dat allemaal gaat, die aantekening heb gemaakt dat we er dringend aan gaan besteden. Dus ik wil onderschrijven wat lid Abdul zegt. We hebben hier Sint Cecilia School, VOJ Hockey, HPG Latour. Binnen 1 week is dus de rapportage en we hebben ook nog een andere school die de vorige week is getroffen door, noem het maar, deze vrij ernstige aanval van roovers. We veroordelen dat zonder meer. Het zal waarschijnlijk wel een bende moeten zijn, want ik geloof niet dat plotseling individuen zouden opstaan. Van waar dat komt, hoe dat is georganiseerd verder, dat laten we voor het onderzoek. Maar minister, we vragen u dat, ik denk dat u al daarmee bezig zult zijn, maar vanuit deze zaal, vanuit onze verantwoordelijkheid als volksvertegenwoordiging, vragen we dus wel dat er ernstig wordt opgetreden. Er is genoemde surveillance die moet worden opgevoerd, dat is 1. Maar natuurlijk kijken we ook uit naar de inlichtingendiensten die verhoogd aan het werk moeten gaan. We kijken ook naar de tips en we vragen ook de samenleving van deze plaats uit. Dus alle informatie die kan leiden tot het oplossen van deze zaak, om die tips ook te delen met de politie en met de autoriteiten, zodat er hard
en duidelijk teruggeslagen kan worden. Want dat is waar het om gaat. We leven mee met de leerkrachten, de leerlingen die getroffen zijn. En wij garanderen u dat wij, en dat is een zaak die zeker op het bord ligt van de minister van Justitie en Politie, maar dat we van hieruit de veiligheid met elkaar voor u en alle andere scholieren in de omgeving en in het land zullen garanderen. Dus ik benadruk en onderstreep deze zaak. Ten aanzien van hetgeen dus dat het lid Doekie eerder naar voren heeft gebracht, moet ik u mededelen dat het geval van gisteren te Latour omstandig wordt onderzocht. Dat van vanmorgen is reeds gebleken dus dat het om een zwerver ging. En gelijk na de melding gisteren is de surveillance zowel onopvallend als opvallend verhoogd. Voor aanvang van de schooltijd, tijdens de school en ook na school, wordt er dan driftig wordt er gesurveilleerd. Niet alleen op de locatie waar de gevallen zich hebben voorgedaan, maar aanvankelijk bij alle scholen. Ja, de surveillance is daaromtrent verhoogd. ...38 leerlingen van het 8e leerjaar van de OS, Gramang Akontu Felanti School, de drie Tabiki en hun begeleiders, waren de afgelopen week voor educatieve dagtochten in Paramaribo. De leerlingen hebben een bezoek gebracht aan het museum van het Nationaal Leger, de studentencampus Rudisa en de brandweer. Maar je brengt ze toch zeker om te kijken naar een van onze trots. De campus van de universiteitsstudenten. Zodat ze daar terecht moeten komen vanaf nu. Is dat niet op programma? Nee, niet op programma. Dan moet je het nu erop zetten. Zover deze aflevering van Focus. Bedankt voor uw aandacht en graag tot de volgende keer.